minderen op onveilige springkussens. Daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Bovendien bestaan hiervoor verschillende keurmerken. En toch gaat het steeds vaker mis. Vooral één bepaald type is nu in het geding, namelijk Multiplay. Het is sowieso het populairste model. Wil niet zeggen dat hij daardoor gebruikt mag worden. Maar de gevaren die ik heb gezien in de aflevering van gisteren bij RTL... Kan ik niet helemaal onderbouwen. Deels wel, want je kunt altijd op zijkanten van springkussens klimmen. Het is natuurlijk ook waar houdt de verantwoording op voor de producent, voor de leverancier en voor de ouders van de kinderen. En ik denk dat daar een hele gulle middenweg moet worden gevonden. En dat is ook de weg die wij zeker benadrukken bij de ouders als wij kussens verhuren. Ik hoop dat de maatregelen komen en ik ben blij dat het in het nieuws komt. Omdat alle partijen eigenlijk hierbij moeten gaan nadenken. Hoe zijn we hiermee bezig? Hoe gaan we hiermee om? De instantie voor de keuring van treden wij als streng genoeg op, is er voldoende controle? Daar heb ik mijn twijfels over. Ik heb nog nooit iets gehoord van die instantie. Natuurlijk de verhuurders van hoe zetten wij de kussens neer. Wat is belangrijk zodat ze niet om kunnen vallen of weg kunnen waaien. En het verantwoording van de ouders, dat ze ook beseffen dat er wel een bepaalde verantwoording is. Zodra een kussen, hoe goed geplaatst ook, dat ze toch verantwoordelijk zijn wat er zou kunnen gebeuren als zeg maar niet rechtmatig of dat het op een niet goede manier wordt gebruikt. Het is vaak de schuld van serieuze, niet-professionele fouten die ervoor zorgen dat het voor kinderen onveilig is. Het ging al eerder goed mis in Almelo, maar dat had zijn redenen. Het geval in Almelo heb ik heel goed gebestudeerd tot het vergroten van de beelden toe. En wat ik gewoon jammer vind is dat er collega's zijn die het niet nodig vinden om springkussens vast te zetten. Ik heb het hier onlangs gezien bij een bouwdorp in Nijmegen. Mijn zoontje die groeit dus op met mij en de springkussens. Die is dat kussen niet opgegaan omdat hij zag dat het niet vast was gezet. En dat zijn kussens van 6 meter hoog. Daar gaan zo'n 15 tot 20 kinderen tegelijk op. Ja, het is onverantwoord om dat niet vast te zetten. Dat kan gewoon niet. Regeringspartijen CDA en VVD willen dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit springkussens die gevaarlijk zijn voor kinderen terughalen. Ook de SP heeft zich kritisch uitgelaten over de onveiligheid van deze springkussens.